Je bent als glazenwasser toen voor jezelf begonnen, als zelfstandige. Waarom? Ik heb uit eigen bedrijf heb ik gekozen om meer vrijheid en eigen tijd beperken. Ja, Naar de zelfstandig. gym, wat ik kan. Ja. Je wil gewoon laten zien dat jij hartstikke goed bent in wat jij doet en je eigen agenda bepalen. Ja. Klopt. Maar als dove is dat wel lastiger, denk ik. Ja, dat klopt. Waar loop je dan tegenaan? Ik heb een moeite mee met uit de mensen, mijn vierde bedden. Oh ja, dat gaat Ja, niet. waar moet Als ik dan mee? ja, telefoontjes werken niet, Vraag. maar appjes wel. Ja, WhatsApp, ja. Maar die WhatsApp is. begint bij de veel. Ja. De vraag weer naar mijn moeder. De vraag aan mijn vriendin. Wil jij je alsjeblieft even terugbellen? En even zeggen dat het mijn moeder is missen. Of WhatsApp, of mailen. Maar dat is de eerste keer, denk ik, hè? Daarna zal altijd alles wel via WhatsApp Ja, dat lopen. gaat helemaal vanzelf. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe gaat dat verder als je dus dan naar de klant gaat en je gaat aan het werk? Ik laat altijd van tevoren weten dat ik kom. En dan kan de klant een beetje rekening mee houden. Wat moet ik tegen jullie praten? Hoe ga ik met jullie om? Als je niet begrijpt, rustig blijven. Altijd komen we samen, houdt. Ik Ja. heb er nooit problemen mee gehad. Nee, dus in dit eerste ontmoeting wat spelregels met elkaar afspreken, rustig praten en zorgen dat ze thuis zijn als jij er komt. Ja, dat klopt. Het is altijd uitdagend en spannend. Wat gaat er gebeuren? Wat is de situatie? Ja. Het blijft altijd spannend. Ja, het is altijd spannend Ja. dan. Ja. Ja. En nou heb je ook nogal ambities om te groeien. Dus je wil echt een groter bedrijf worden. Ja, klopt. Ja, klopt. En dan moet je natuurlijk ook personeel bij je hebben. Ja, heel graag. Ik wil graag in mensen met de beperking, zoals ik, met de doofheid, kans geven om te groeien. Ja. Omdat je zelf hebt ervaren hoe het is, Dat vind klopt. je het ook fijn om mensen met een beperking ook een kans te geven. Dat is een Klopt. bijzonder streven en ik hoop dat je daar heel veel geluk in gaat hebben. Maar je bent zelfs Freelancer of the Year, de publieksprijs heb je gewonnen dit jaar. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dag, niet meer. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat klopt. Wat doe je bij dit? En komt dat ook omdat er een heleboel klanten van jou op jou hebben gestemd? Ja, ook. Oké. Okay. En ze kunnen mij heel graag. Ja, iedereen natuurlijk. Ja, Ja, bij ja. iedereen.